Vandaag op de barbecue Char Siu ribfingers. Ribfingers met een Aziatische twist. Ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips, tricks en reviews. Wil je er niks van missen? Abonneer je dan vooral op mijn kanaal. Druk op dat belletje naast de abonneerknop en dan krijg je van YouTube een melding als er weer een nieuwe video online is. Een tijd geleden heb ik ribvingers gemaakt. Dat heb ik gedaan volgens het recept van Geert van Beef & Steak. Die gebruikt daar mijn ribkruiden voor en ja, dat was onwijs lekker. En toen dacht ik gelijk van ja, met dat stukje vlees kun je echt heel veel meer doen. Dus ik ben aan het denken gegaan en ik ben op deze Aziatische ribvingers uitgekomen. Ik heb er eigenlijk een soort Char Siu van gemaakt. Ik heb een vaste Char Siu marinade erop losgelaten en ja, het eindresultaat was echt fantastisch. Ik heb ze geserveerd op zo'n gestoomd broodje. En eigenlijk ja, een beetje zoals je bij Momofuku de buikspek krijgt. Dus ik heb een beetje van meerdere recepten geleend. En daar dit uit samengesteld. En ja, het eindresultaat is echt fantastisch lekker. Dus laten we snel de keuken induiken en dan ga ik jullie laten zien hoe je dat doet. Nou, we beginnen met het maken van de marinade. Dan mogen we onze ribvingers zo in. En ja, het meeste zit hier al in het bakje. Dat is de grootste smaakmaker is hoisin saus. Het is echt heel karakteristieke smaakmaker in dit gerecht. Dan zit er gele bonenpasta in. Dat is even zoeken bij de toko, maar ja, ik zal een linkje neerzetten met alle ingrediënten in de beschrijving, dus dan kan je het makkelijk vinden. Five Spice, ook zo'n typische smaakmaker met dingen die je altijd in Char Siu terugproeft. Shaoxing rijstwijn. Je kan ook sherry daarvoor gebruiken. Dan zit er nog sojasaus in en honing. En als laatste gaat er nog maltose bij. Nou, maltose is een heel raar goedje. Ziet er een beetje uit als stroop, maar het is keihard en je krijgt het zwart niet uit dat bakje. Dus wat ik doe is hem even in de magnetron zetten. Dan wordt het zacht en dan kan het er wel uit. Dus dat ga ik nu doen. Nou, helemaal opgewarmd. Krijg je het er wat makkelijker uit. En dan mogen twee eetlepels in. Luistert allemaal niet zo heel nauw. Maar dat is wat er ongeveer bij moet. En als je dat gedaan hebt, dan is het een kwestie van alles goed doorroeren met een garde. Totdat het één geheel wordt. Ja, je ziet die maltose doet gewoon heel gek. Maar als je maar lang genoeg roert, dan op een gegeven ogenblik is het weg. Kijk er wel uit, want het spat nogal. Als je het op deze manier doet, dus dat je niet onder zit. Je kunt er ook nog rode kleurstof in doen. Dat is traditioneel voor Char Siu. Helaas heb ik dat op het moment niet in huis. Dus mijn kleurstof is op. Dus dit keer doe ik het zonder. Dat maakt voor de smaak totaal niet uit. Maar voor het oog wel. Ja, Char Siu hoort eigenlijk gewoon rood te zijn natuurlijk. Even geswitcht naar een lepel. Dan kan ik wat... Het wat er meer inwerken. Nou, zoals je ziet, langzamerhand lost het op. En op een gegeven moment dan is het helemaal weg. Het exacte recept zet ik in de beschrijving hieronder. En er komt een link naar mijn website en dan kun je het daar op je gemak teruglezen. Nou, is de marinade klaar. De ribvingers. Iberico ribvingers van Beef & Steak. Het zijn de stukjes vlees die tussen de ribbetjes zitten. Dus ja, in Spanje sneven die varkens net iets anders uit. En dan blijft dit stukje vlees over. En ja, die kun je dus apart kopen als zijn de ribvingers. Als je bacon maakt of een stuk buikspek hebt, dan staan daar van die opstaande randjes op. En dat zijn deze jongens. Nou, hier, ik heb ze alvast in een Ziploc zakje gedaan. Hij sluit bij het diepvrieszakje van onze vrienden van het Zweedse Warenhuis, van de IKEA. Het zijn echt hele toffe zakjes. En daar gaat de marinade bij. Zakje dicht. Nou, dat meng je even goed door tot alles netjes bedekt is. Dan doe je het in een schaal en dan zet je het in de koelkast. Die schaal is ervoor dat als dit zakje lek gaat, dat je koelkast niet onder zit. En ja, ik heb dat wel eens gehad, dus daar heb ik mijn lesje wel mee geleerd. Dus doe het in een schaal. En dan mag je daar gewoon een nachtje in staan en dan gaan we morgen weer verder. Nou, de ribvingers hebben een nachtje in de marinade gelegen. Beginnen we met het opbouwen van de barbecue. We gaan indirect barbecue. Ik gebruik vandaag de Bastard, Kamado. In het midden heb ik de kooltjes aangestoken. Er gaat een blokje rookhout bij. Kersen in dit geval, dat vind ik mooi passen daarbij.
Dan gaat de plate zetten erin. Pleetzetter zorgt voor het indirecte gedeelte, dus dat je niet direct vuur hebt van je kolen onder je vlees. Dat maakt het indirect. Gebruik je een Weber, dan doe je de Minion-methode. We gaan op 150 graden zitten ongeveer. Dan gaat er een lekbak in, om alles een beetje netjes te houden. En dan mag het rooster erop. Nou, dan is dit de opstelling voor vandaag. Kunnen de ribvingers erop. Nou, zo zien ze er dan vandaag uit. En ja, die verdelen we gewoon over het rooster. De marinade die overblijft, die bewaren we. Dat gaan we, nou ja, na zo'n uurtje gaan we even insmeren daarmee. Er zit een vliesje zit er op die ribben. Dat kan je eraf halen, maar ja, ik heb ontdekt dat het eigenlijk niet zo gek veel uitmaakt. Of je dat wel of niet doet. Je hebt minder kans dat ze komtrekken, maar voor je eetplezier maakt het bij deze dingen niet echt veel uit. Dus ik laat ze er lekker op zitten. Nou, dat vocht dat bewaren we dus. Daar gaan we dadelijk mee insmeren. Zorg dat je ribvingers niet te veel buiten die steen komen, want ja, dan hebben ze direct de warmte te pakken. En dan verbranden ze en dat zou zonde zijn. Dan garen ze gewoon te hard. Nou, de bastard gaan we instellen op 150 graden. En daar mogen ze dan zo anderhalf uur in liggen. En dan gaan we dat straks gaan we eens even insmeren. Dus 150 graden, gaat de deksel dicht en dan komen we over een uurtje terug. We zijn een uurtje verder. Tijd om wat van de marinade over de ribvingers te smeren. Het is handig om op zo'n moment, als je dat op de Kamado doet, om even je schuifje aan de onderkant dicht te zetten. Als je dat schuifje open laat staan, dan krijg je veel meer trek in je Kamado. En dan wordt het vuur veel te heet. En dan eindig je straks met een te warme Kamado. Dus dat is een van de trucjes. Vergeet hem niet weer open te zetten, want ja, dan heb je ook een probleem. Nou, dat is gewoon een kwestie van even een klein laagje erop, wat extra smaak aanbrengen. Je ziet de kleur, die wordt al heel erg mooi. En ja, die marinade, daar heeft het vlees natuurlijk in gezeten. Dus dat zijn allemaal vleessappen en zo. Die moet je gewoon weggooien. Ik hoor wel eens van mensen van, ja, kan ik die nog gebruiken? Kan ik dat invriezen of zo? Gooi het gewoon weg en maak volgende keer weer nieuw. Want dat is veel veiliger qua voedselveiligheid. Dus. Nou, mag die weer dicht. Nog een half uurtje en dan zijn ze wel klaar. En vergeet dus niet je schuifje weer open te zetten. Anderhalf uur verder zien ze er zo uit. Die donkere puntjes, dat is wat je wil. Dat is karakteristiek voor chassiel. Een beetje van die mooie donkere gekarameliseerde stukjes. Geven extra smaak. Ga ik ze eraf halen en dan gaan we de broodjes maken. Nou, dat doe je door eerst de broodjes te stomen. Doe dat in een stoombakje. Dan mag er een likje hoisinsaus op. Wat ingelegde komkommetjes. Wat van de ribvingers. En daar overheen doe ik dan nog wat lenteuitjes en sriracha voor de smaak. Ja, dan heb je toch echt een heerlijk broodje om lekker van te smullen. Dat waren ze dan, de Cha Siu ribvingers op een gestoomd broodje met ingelegde komkommetjes en lenteuitjes. Echt heel erg lekker. En ja, die broodjes koop ze gewoon kant en klaar bij de toko. De Hanels heeft ze ook, maar die zijn minder lekker. Ik koop ze altijd graag bij de toko. Amazing Oriental heeft ze. En David Cheng, de eigenaar van Mama Fuku, die zegt zelf ook van, ja, je kan ze zelf maken, maar het is veel makkelijker om ze gewoon te kopen. Je koopt zo'n ding, je legt het in de vriezer en je haalt er een paar broodjes uit en je stoomt ze. En de kwaliteit is altijd beter dan wat je zelf maakt. Dus nou ja, wil je ze zelf maken, dan kan dat natuurlijk ook. Maar gekocht, daar hoef je echt niet voor te schamen. Vond je dit een leuke video? Heb je er wat aan gehad? Like hem dan. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Druk op die abonneerknop. Heb je vragen, opmerkingen? Wil je commentaar achterlaten? Wil je gedag zeggen? Doe dat in een reactie hieronder. En dat was hem weer voor deze week. Tot de volgende!